Ben jij klaar voor high frequency, high end en high value life en business changing inzichten, tips en tools? Dan is dit de podcast voor jou. Van harte welkom, mijn naam is Lisette Lucas en ik ben high frequency business coach, mentor, succesmedium en intuïtief transformatie hypnotherapeut. Met behulp van de podcast help ik je door de drie fases van mijn transitiesysteem, zodat je krachtig kan transformeren en shiften van fase 1, het energetisch ontwaken, naar fase 2, het blokkades doorbreken en het ontdekken van je missie, naar fase 3, waar je krachtig je soulful boodschap kan uitdragen via je eigen high-end soul-aligned business. Dus, ben jij klaar om je leven en business te shiften naar de next level van impact, inkomen, vrijheid en energy joy? Dan zou ik zeggen, go for it en geweldig dat je erbij bent. Podcast 216, Goud. Yes, van harte welkom bij deze allernieuwste podcast. Nou, je hoort het en je ziet het misschien ook terwijl je het leest. Deze podcast heeft één hele korte, maar krachtige naam. En dat is het woord, maar vooral ook de energie van goud. Goed om te weten, de show notes van deze aflevering vind je op www.lisettelucas.com/216. En download ook helemaal gratis mijn Lisette Lucas app, zowel voor iOS als Android. En daar vind je alle tips, tools, gratis downloads en uiteraard de Energy Joy Mastery Academy. En voordat ik start wil ik dit eventjes laten weten. Aan het eind van deze podcast, dan weet je dat ik een nieuw traject start, waar jij aan kan meedoen uiteraard. En ik deel dan een speciale code die je kan gebruiken, waardoor je extra voordelig kan deelnemen aan dit traject. Dus luister tot het eind en dan hoor je daar meer over. Maar eerst, voordat ik ga beginnen, wil ik je even meenemen door mijn jaren van podcastcreatie. En ik ben, nou even terugdenken, 2020 begonnen. En inmiddels heel veel podcasts opgenomen. En ja, ik ben ook mens. En ieder mens is uiteindelijk een gewoontedier in de zin van ieder mens gaat werken en creëren volgens bepaalde patronen. Dat is gewoon om ons eigen brein niet te overbelasten. En dan ga je een soort fast tracks creëren, snelle routes om van A naar B te komen. En ja, ook bij het creëren van een podcast gebeurt dat dus. Dan ga je in bepaalde patronen vervallen. En nou ben ik zo super blij dat er prachtige mensen op mijn pad komen en dat ik prachtige studenten en luisteraars heb die mij af en toe wijzen op stukken en dingen die heel eerlijk zijn qua feedback en die zeggen, Lisette, kijk hier even naar of hè, misschien is het beter om dat of dat te veranderen. En heb je de podcast van vorige week geluisterd, podcast 215 is dat, dan weet je dat ik iemand in mijn Energy Joy wereld kreeg die heel veel ervaring heeft met het maken van tv en dus ook het inspreken, het podcast creëren, voice-over, alles wat daaraan gerelateerd is. En ik heb van deze persoon, deze prachtige dame, een hele mooie analyse gekregen waar ik vervolgens weer mee vooruit kan. Dus eigenlijk wat zij mij aanreikte is goud. Zo zie ik dat. En persoonlijk, zo krijg ik hem ook weer terug van mijn luisteraars en mijn cliënten en studenten. Zij zeggen altijd, Lisette, wat jij geeft, wat jij doet, dat is goud. Dus dat woord goud komt zo vaak terug. Hè? En als je weet hoe mijn, bijvoorbeeld mijn podcastdek eruit ziet, dan weet je, daar zit ook goud in verwerkt. Ik doe heel veel met goud. In het doosje zit goud. Mijn boven de gouden lijn methode is helemaal gebaseerd op goud. Het heet ook niet voor niks boven de gouden lijn. En dat heeft uiteraard een reden. En die reden is dat ik, over patronen gesproken, dat ik ook in energie van mensen patronen ben gaan herkennen. Ik werk eigenlijk al meer dan 25 jaar met mensen in de hulpverlenende sector, om het zo maar te noemen. En in het begin had ik geen benul wat er met energie gebeurde. Maar door te ontwikkelen, door te trainen, door mijn intuïtieve spier te versterken, ben ik, ja, durf ik te zeggen, expert geworden in het werken met energie via verschillende manieren. Dus ik ben ook gaan waarnemen, via helderziende waarnemingen, wat er energetisch gebeurt wanneer iemand tegenover mij zit. En dat kan zelfs op afstand. Hè. Dat kan ik kan naar energie kijken van iemand zonder dat ik die persoon zie. Soms heb ik alleen maar een naam nodig. En dan kan ik mijn focus daar naartoe sturen. En dan ga ik dus al dingen waarnemen. Maar voor nu is het interessant om te weten voor jou dat, want jij kan dit namelijk ook leren. Dit is niks bijzonders. Dit is een kwestie van oefenen en trainen. Wat belangrijk om te weten is wanneer je iemand voor je hebt. Dus wanneer je werkt in de service-based sector, dus in de hulpverlenende sector, waar je mensen
coacht, traint, mentort, therapeut bent, psycholoog bent, op welk gebied je ook met mensen samenwerkt, dan kan je dus ook gaan leren hoe je naar die energie kan kijken. Nou, zijn daar uiteraard regels aan verbonden. En ik zit, geloof me, ik zit niet continu naar jouw energie te kijken wanneer jij mij tegenkomt. Dan mensen denken dan meteen dat ik naar energie kijk. Nee, want dat wil je niet continu aan hebben staan, want dat kost ook energie. Dus dat is een switch. Ik kan dat klik aan, klik uit doen. Dus dat is een discipline die ook heel belangrijk is. De meeste mensen die sensitief zijn, die staan eigenlijk 24/7 aan. Die staan eigenlijk altijd aan, waardoor ze inderdaad heel moe zijn, overbelast zijn, overwhelmed zijn, burn-out hebben, fysieke symptomen hebben die niet eens van hun zijn. Dus het is ja, interessant natuurlijk om te begrijpen hoe het werkt. Het is misschien leuk om te weten dat inderdaad, hè, dat je kan leren om naar energievelden van mensen te kijken. En daar zit zoveel meer achter. Want het is niet alleen maar om te kijken naar energie van andere mensen. Daar haal je uiteraard heel veel informatie uit, waardoor je weer die persoon informatie kan aanreiken. Maar waarom is dat goud nou zo belangrijk? Dat goud is de hoogste vorm van manifesteren. Dus dat betekent, wanneer je goud in het energieveld van iemand waarneemt, of geel wat overgaat naar goud, wanneer ik dat zie, dan weet ik dat die persoon in de manifestatiefrequentie zit. Dus dat hun energiefrequentie op een dusdanige hoogte en kracht is, waardoor het zich gaat ontvouwen in hun fysieke realiteit. En het werk wat moet gebeuren, dat gebeurt eigenlijk dus op het vijfdimensionale niveau in het kwantumveld. En ik weet als geen ander dat het zo belangrijk is dat je dit niet één keer doet, niet twee keer doet, maar dat je hier een gewoonte ook weer van maakt. Dat je een patroon ervan maakt om die energie te shiften, te transformeren, te doorbreken continu. Wordt trouwens, terwijl ik dit opneem, prachtig vogel op de achtergrond, fluiten. En dat brengt mij ook terwijl ik te zeggen, want dat is bijna als zingen bij de frequentie van Energy Joy. Want Energy Joy, voordat ik überhaupt werkte met gouden energie, kwam in 2013 die naam Energy Joy tot me op een hele grappige manier. Vertel ik ook in de podcast, gewoon in de douche, kwam het tot me. En wat is Energy Joy? Dat is een van de hoogste frequenties. Dus wanneer je, zoals dit vogeltje wat zingt en fluit, is vast een heel mooi leven aan het creëren en manifesteren op deze manier. Wanneer je in die hoge Energy Joy frequentie zit, dus de frequentie van blijdschap, van geluk, van, hè, er zijn zoveel meer frequenties die daar omheen hangen, dan ga je eigenlijk goud uitzenden. Gouden energie in dit geval. En dan ga je het dus ook aantrekken. Nou, het meest bizarre voorbeeld wat ik laatst ook kreeg, is dat ik iets gemanifesteerd heb waarvan ik niet eens meer kon herinneren dat ik het had opgeschreven. Een aantal podcasts geleden heb ik een manifestatielijst gedeeld met jou, waarin bleek, een lijst geloof ik uit 2017 was het, waarin bleek dat vorig jaar kwam ik erachter van, oké, ik heb ongeveer alles gemanifesteerd wat ik had opgeschreven. Wauw, ik heb het opgeschreven, ik heb het losgelaten. Hè? Vertrouwen is heel belangrijk hierin. Je verbinding daarmee verbreken in de zin van loslaten en vertrouwen en weten dat het op je pad gaat komen. En zo had ik dat dus ook in november. Begin november heb ik een manifestatie opgeschreven. Een manifestatiewens eigenlijk. Iets wat ik wil manifesteren. En dat had met New York te maken. Ik heb dat opgeschreven. Ik heb de energetische intentie gezet in die hoge frequentie van gouden energie. Dus naarmate dingen sneller gaan ontvouwen en naarmate je dingen sneller gaat manifesteren, weet je dus dat je in die hoge frequentie zit, boven die gouden lijn. Dus dat is super krachtig. Maar ik zat terug te lezen in mijn notities. Op 3 november had ik dat blijkbaar opgeschreven, maar ik was dat volledig vergeten. En dan kan je zeggen, normaal is het quantum to Newtonian point. Dus het moment dat je gaat manifesteren is tussen de 6 tot 8 weken. Dat heb ik bijvoorbeeld met manifestatie van Brains Magazine. Dat kwam in mijn wereld precies op 7 weken. Nou kwam 19 februari er iets in mijn inbox. Dus dit duurde iets langer. Kan je zeggen, langer, lang. November, wacht even, november, december, januari. Dus 3,5 maand, zeg maar. 3,5 maand heeft het geduurd voordat ik iets gemanifesteerd had wat
Ja, eerlijk, als ik nu terugdenk en terugkijk, denk ik, oh mijn god, hoe dan? Wanneer ik dit had moeten regelen zelf in de wereld, in dit geval in New York, ik zou niet eens weten waar ik had moeten beginnen. En nu heb ik die intentie gezet. Ik heb het losgelaten, zo goed losgelaten dat ik het niet eens meer wist. En vervolgens belandde het zo in mijn inbox. Ik kreeg gewoon bericht binnen voor een samenwerking en daar zat die manifestatie zit daar aan gekoppeld. Nou, ik praat nog misschien een beetje in riddles, in geheimzinnige taal, omdat ik nog niet alles wil prijsgeven. Dus blijf me volgen. Dit gaat echt. Ja, ik vind het super gaaf. Ik vind het voorbeeld van dream big dreams. En zelfs, hè, droom grote dromen. Zelfs wanneer je mist, shoot for the moon. Zelfs wanneer je mist, dan beland je nog tussen de sterren. En ja, dit is gewoon een prachtig voorbeeld van manifesteren. Door puur die gouden energie continu, consistent groot te maken. En dus mijn frequentie hoog te houden. Dus nou begrijp je misschien een beetje waar dat goud vandaan komt. Goud is die manifestatiepower, die manifestatiefrequentie. En dan kan je zeggen, ja, maar Lisa, moet ik dan de hele dag in die gouden energie zitten? Nee, natuurlijk niet. Je hoeft er op een gegeven moment niet eens meer bewust mee bezig te zijn. In het begin is het discipline, is het oefenen, is het hè, wanneer we. Mijn mentor Mavis zei altijd, life being life. Dus wanneer we het leven meemaken, dus het leven, hè, als de hartslag van het leven. We hebben highs, we hebben lows. We maken fantastische momenten mee. Die blijven helaas niet altijd. Maar we maken ook hele heftige momenten mee. En gelukkig blijven die niet altijd. Waar het om gaat, is dat je een gouden veerkracht ontwikkelt. Als een, noem maar even, als een palmboom. Denk maar aan een orkaan. Ik weet nog, toen we op huwelijksreis gingen, dat toen gingen we naar Fort Lauderdale in Amerika. Een cruise gingen we maken. En het was voor de eerste keer dat ik een cruise ging doen trouwens. En die gigantische boot lag daar klaar in Fort Lauderdale. Duizenden mensen konden erop. Maar we kwamen vanuit Orlando naar Miami en we toen nog even doorgebracht. En toen reden we door naar Fort Lauderdale. En daar moesten we nog één nacht overnachten. Voordat we konden onboarden, voordat we zeg maar aan boord van het cruiseschip konden. En ik weet nog dat het die avond zo ging stormen. Achteraf gezien, je hebt in Florida, daar in Amerika, heb je hurricane season. Dus je hebt daar orkanen. Dus tussen augustus, september, dat is meestal niet de ideale tijd om daar te zijn. Als je geen behoefte hebt aan veel wind, zullen we maar zeggen. Maar goed, we waren er dus wel. Toen kregen we een staartje van een orkaan mee. Dat trouwens later in 2008 ook nog een keer meegemaakt, dat we echt moesten schuilen. Maar terug naar die palmboom. Ik weet nog dat het zo gestormd had. En dat de volgende ochtend wakker werd, dat ik naar buiten liep. En wat viel me op? Er lagen overal bladeren van palmbomen. En het had zo hard gewaaid dat ik weet nog dat ik naar buiten keek. En dat de regen ging gewoon horizontaal voorbij. En ik weet nog dat die palmbomen ook gewoon zo ver gingen meebuigen. Dat ik dacht van, hoe houden ze dat überhaupt vol? Ik weet wel, het was zo'n krachtige storm dat ik wilde 's ochtends de hotelkamer uit. En over het pad lag inderdaad een palmboom omver. Overal bladeren, maar eigenlijk was dat de enige die ik kon zien. De rest van de palmbomen, die waren allemaal weer teruggeweerd. Dus de veerkracht van zo'n palmboom is gigantisch. En waarom deel ik dit? Dat zelfs in het leven maken we ook momenten mee dat het zo heftig en intens is. Dat je denkt, hoe ga ik deze storm überhaupt overleven? Vertrouw dan op jouw veerkracht. En ik noem het gouden veerkracht, want het is de gouden energie die jou kan laten shiften naar die frequenties van boven de gouden lijn. Dat zelfs wanneer het stormt, zelfs wanneer je denkt, dit is het einde, dat je toch dat goud kan vinden in die situatie. Waardoor je realiseert van wauw, maar ik kan nog steeds ademen. Ik kan nog steeds mijn ogen open doen. Ik kan nog steeds functioneren, ondanks dat hè, ik in het oog van de storm zit, als het ware. En dat is jouw veerkracht. Net zoals die palmbomen. Dus ga je maar voelen, goed geaard wanneer er iets gebeurt, als een palmboom. Met je wortels goed de grond in. En dan kan je gewoon meeveren op de cadans van het leven. Zo kan je het zien. En dit is waar mijn boven de gouden lijn methode over gaat, onder andere. En vind je dit interessant trouwens, dan kan je mijn boven de gouden lijn methode ook helemaal gratis downloaden. Want dan ga je begrijpen welke frequenties er onder de gouden lijn zitten en welke er boven de gouden lijn zitten.
en hoe je kan shiften en doorbreken en ook kan clearen en transmuteren. De Boven de Gouden Lijn methode kan je downloaden via lisettelucas.com/goudenlijn. En waarom ga ik mijn nieuwste traject goud noemen? Nou, omdat dus inderdaad ik inmiddels weet dat het goud wat ik jou aanreik, hè, dat is in de vorm van kennis, in de vorm van energie, van frequenties, tips, tools, vanuit zoveel zienswijzen. Op het hoogste niveau heb ik dit ook tot me gekregen. Ik reik dat jou aan vanuit alle liefde. En liefde is eigenlijk, er zit heel veel roze energie ook omheen. Dus voel maar even of je die roze energie kan voelen. Want dat is wat ik jou geef. In combinatie met die liefdevolle power van de gouden energie die daaronder zit. Slaat bij mij gewoon op mijn keel, omdat ik er emotioneel van word. Ik word ook naar het woord grateful getrokken hier zo, terwijl ik mijn podcast aan het opnemen ben. Ik ben zo dankbaar voor alleen al dit moment dat ik dit aan jou kan en mag overdragen. En ik hoop dat je dat voelt, want de sleutel ligt bij het voelen. Wanneer je de kracht en de power en de liefde voelt, dan realiseer je dat goud niet zozeer het fysieke goud is, maar dat goud een gevoel is, een energie, een frequentie, een sensatie. Een hele subtiele sensatie, maar je kan het bijna horen. Je kan het bijna ruiken. En ik zeg bijna, maar wanneer je dit oefent, kan je het horen. Want ik spreek dit uit omdat ik het hoor terwijl ik erover praat. En hoe klinkt dat goud voor jou? Hoe voelt goud voor jou? Is het verwijdend, vergrotend, openend of misschien juist drukkend, beklemmend? Wat interessant kan zijn, mocht je dat ervaren, dan zit er misschien een energetische blokkade op de energie van goud. Dat zou ook nog kunnen. Als je daar ja, stukken in hebt meegemaakt. Dus daar kan ik je uiteraard ook bij helpen. Maar voor nu is het belangrijk dat je gaat voelen, oké, wat doet die gouden energie? Wat zet dat bij jou in beweging? Welke inspiratie komt er naar voren? Welke sensaties komen er naar voren? En wat doet het met mijn eigen energetische frequentie? Heb ik opeens ideeën, spontaan uit het niks? Ja, diepgang in het zien en voelen en ervaren van goud is letterlijk goud waard. Dus ik weet, ik reik jou goud aan. En wat kan je daarmee doen? Jij kan dat tot je nemen, waardoor je het letterlijk kan gaan omzetten in echt goud. En ja, we kunnen het hebben over, hè, misschien ben je gek op sieraden, ik hou van mooie spullen, dat je er letterlijk goud mee gaat kopen. Maar je kan ook zeggen, ja, maar goud is voor mij een nieuwe bos bloemen voor mezelf kopen. Of goud is voor mij zo aan mijn energie werken, dat wanneer mijn kinderen of vrienden of familie langskomt, dat ze naar me kijken en dat ze zeggen, wauw, er is iets, ik zie iets, jouw twinkeling in je ogen. Er is iets veranderd. Wat doe je? Ben je wat anders gaan eten, gaan drinken? Ben je naar de kapper geweest? En dan weet jij, dit is mijn goud. Ze voelen het. Ze zullen niet hun vinger erop kunnen leggen, maar ze weten ergens op onderbewust niveau dat er iets geshift is. Dat gaan ze waarnemen. Dus dat is wat er gaat gebeuren wanneer jij gaat focussen op de frequentie en energie van goud. En het leven boven die gouden lijn. Manifesteren boven de gouden lijn. Want ik zeg altijd, en dat heb ik van Tony Robbins, en er zijn zoveel grootheden die dit op hun eigen manier zeggen. Where focus goes, energy flows. Dus wanneer jij je focust op de gouden frequenties en energie, dan gaat ook dat vervolgens zo manifesteren. Wat je uitzendt, ontvang je weer terug. In tienvoud. Moet je voorstellen, wanneer je dat baken van gouden licht wordt met die liefdevolle, prachtige roze zweem daardoorheen. Misschien groene energie, wat er bij jou bij komt. Vanuit die krachtige aarding, hè, zoals die palmboom, die veerkracht, die gouden veerkracht. Wanneer je dit mastert, wanneer er wat omhoog komt, omhoog borrelt, wat doorbroken mag worden. Wanneer je dat kleert uit je systeem met de tools en technieken die ik jou aanreik en waarbij ik je uiteraard met alle liefde mee kan helpen, want dat is eigenlijk het enige wat er belangrijk is. Blokkades doorbreken en shiften.
shiften naar die hoogste frequenties. Dan zal je leven en business gaan transformeren op een manier zoals je het niet eens voor mogelijk kan houden. Dan gaat er daadwerkelijk magie gebeuren. Terwijl ik spreek ze gewoon, trouwens, ik krijg een lichtflitsen boven me. Je gaat het leven op een andere manier zien. Jouw extra zintuig, eigenlijk jouw eerste zintuig, gaat weer geheractiveerd worden. Waardoor je, ik wijs nu eigenlijk naar mijn derde oog, want daar, van daaruit neem je het waar. Je droomoog, kan je mooi tegen kinderen zeggen als droomoog. Maar dan ga je helderziende beelden waarnemen. In combinatie met voelen. En ik weet nu, terwijl ik me even afstem op die energie die net voorbij kwam, is dat dit is zo'n gedragen energie. Wanneer je hier instapt, dan weet je dat verbinden met die hoogste frequenties, dat als jou zoveel power en kracht gaat geven, maar bovenal zoveel vertrouwen gaat geven op dat wat er meer is. Die kleine flits die ik net zag, en noem het een engel, noem het een gids, noem het, hè, het universum, God, kosmos, geef er een mooie naam aan. Het maakt niet eens uit wat voor naam daar aangekoppeld is. Het gaat erom dat je het waarneemt, dat je de frequentie kan voelen en dat je weet, ik mag vertrouwen. Vertrouwen op dat wat er meer is. Dus bij deze wil ik jou gaan uitnodigen om mee te doen. Wanneer dit goed voelt, wanneer je voelt van, oh yes, ik wil manifesteren. Ik wil die energie gaan ownen, gaan masteren. Dat mensen bij jou in de buurt willen zijn, puur vanwege jouw licht. Puur vanwege jouw power die je uitstraalt. Want mensen gaan dat voelen. Ze weten zelf niet waarom, maar ze worden uiteindelijk aangetrokken door jouw licht, omdat jij een baken bent van licht. Ik ben zo blij trouwens, ik zag weer die mooie flits voorbij komen. Dus ik doe dit niet alleen. Wat moet ik daarbij zeggen terwijl ik dit zo waarneem? Ik doe dit niet alleen, uiteraard niet. Er is zoveel meer in het ongeziene veld. Dus ik ga dit laten ontvouwen. Dit allernieuwste traject genaamd goud ga ik laten ontvouwen in de energie van het moment. In de frequentie van wat me aangedragen wordt en aangereikt wordt. Want ik kan nu van alles gaan bedenken. Ik heb uiteraard een programma gecreëerd hoe goud gaat zijn. Maar de sessies die we gaan doen samen, waarin we live gaan werken, daarin laat ik het tot me komen in het moment. En dan laten we het ontvouwen. Want we bewegen uiteindelijk door tijden en dimensies heen. En dat is de meest krachtige manier om te evolueren. Zo kan je het zien door tijdloze ruimtes. Wanneer jij voelt van oké, dit voelt voor mij. Ik weet nog niet precies wat Lisette bedoelt met dit traject. Maar dan heb ik een mogelijkheid voor je. Wanneer je dit luistert, kan jij namelijk founding member worden. Ik ga mijn nieuwste traject, mijn goud traject, lanceren. En als founding member krijg je de mogelijkheid om deel te nemen met een actiecode. En die actiecode zorgt ervoor dat je voordeliger kan instappen in goud. En wat is goud? Nou, goud is een membership traject om jouw innerlijke manifestatiegoud en frequentie te activeren of heractiveren boven de goudlijn. En wat kan je verwachten? Nou, in het traject goud ga ik een maandelijkse live Zoom-sessie doen. En wat ik al zei, ik ga het tot me laten komen in het moment. Want alles beweegt, dus op die manier gaat het meest krachtig zijn. Daarbij krijg je in het goudstraject 2 wekelijkse insider info van mij. En ik ga jou activatie, inspiratie en reminder sturen. En daarbij ontvang je ook nog toegang tot de gouden community. Nou, wanneer dit goed voelt, DM me dan het woord goud. En ik kan je vertellen, het is een membership. Dus dat betekent dat je gewoon per maand kan instromen. En je kan eventueel zeggen van oké, dit is even niet het juiste moment nu voor me. Dan kan je bij wijze van weer even stilzetten of pauze zetten. Dus je zit verder nergens aan vast. Dat vind ik altijd met memberships. Je kan het gewoon activeren en deactiveren wanneer het voor jou uitkomt. Yes. Dus voelt dit goed? Heb je zoiets van oké, ik ben nieuwsgierig naar goud. Dit is mijn eigenlijk meest laagdrempelige traject. Waarom geef ik jou dit goud zo voordelig? Simpelweg omdat ik weet dat dit zo belangrijk is. En wanneer jij de kans krijgt om te werken aan jouw energie en frequentie, dan gaat dat niet alleen jou helpen, maar dan gaat het ook de mensen om je heen helpen. En iedereen die je mag raken op jouw eigen soul-aligned, unieke wijze, waardoor we dat ripple-effect gaan creëren. En waardoor we dus
vanuit die energy joy frequentie alles en iedereen kunnen shiften en bijdragen aan het algehele goed voor de wereld en daarvoorbij. Hoe waardevol is dat? Hoe waardevol is dat? Dus voel je van oké, ik doe mee met die beweging. Ik wil het goud in mezelf heractiveren. En ik vind het fijn om inderdaad die accountability te hebben. Wat is accountability? Nou, dat we inderdaad iedere keer dat contactmoment hebben. Of het nou via de community is, of het nou via e-mail is, of dat het via onze Zoom-call is, onze maandelijkse Zoom-call. Iedere keer wanneer even jouw focus naar het goud gaat, dan weet je nu wat er gebeurt. Dan ga je direct shiften. Het is bijna een soort Pavlov-effect. Dat op het moment dat je het woord goud hoort, dan gaat je energie al shiften. Dus zorg dat je dicht bij het goud blijft, waardoor het ook bij jezelf in beweging blijft. Nou, nogmaals, voelt het goed? Heb je zoiets? Oké, ik wil hier aan meedoen. Waar kan ik me opgeven? Nou, DM me dan het woord goud of ga gewoon naar de show notes. Daar kan je je direct aanmelden. En ik geef je een actiecode nu in deze podcast, waardoor je als founding member kan instromen en een extra actievoordeel krijgt, omdat ik, ja. Ik wil het ook uiteraard vieren dat jij uiteindelijk voor jezelf kiest en voor het goud in jou, om dat te heractiveren. Dus superleuk als je instroomt en superleuk wanneer je meedoet. En ik verheug me enorm erop om jou te zien en te ontmoeten of weer te zien via onze Zoom-momenten en in de community waar je met gelijkgestemde prachtige gouden shifters heel veel ja, inzichten kan delen en ook weer inzichten kan krijgen, gouden inzichten. Ik noem dat de golden nuggets, gouden pareltjes als het ware, die naar voren gaan komen. Nou, heel veel informatie in de show notes op www.lisettelucas.com/216 zal ik ook de informatie zetten. En daar vind je ook de link waar je je direct kan aanmelden. Onthoud, je krijgt dat eenmalige actievoordeel wanneer je het woord goud invult bij de actiecode die je kan invullen. Dus goud met hoofdletters. En dan wordt dat automatisch verrekend. Heb je vragen erover? Stuur me dan gewoon inderdaad die DM of een e-mail naar info@lisettelucas.nl. En nou, ik hoor heel graag wat je ervan vindt. En ik kijk ernaar uit om de gouden energie met elkaar op deze manier, met jou en met iedereen die je wilt uitnodigen hiervoor. Dus reik ook uit. Laat anderen hier ook over weten. Stuur dit desnoods door, zodat ze meer gaan begrijpen wat er in de diepere lagen van het goud speelt, dat het niet zomaar leuk is van oh, we gaan met kleuren werken. Nee, dit is echt een heel hoge frequentie. Dit is echt een hele hoge frequentie waarmee je leven, je eigen leven, maar ook levens kan gaan shiften en zelfs redden. Dus dit is niet zomaar fluffy goud. Nee, dit is echt krachtige, krachtige energie die we met elkaar in beweging kunnen zetten. Dus dankjewel voor het luisteren. Dankjewel voor je tijd en energie. Dankjewel voor de liefde die ik door de podcast, door de ether voel terugkomen. En ik geniet van alle shifts en alle transformatie en doorbraken. Laat me alsjeblieft weten ook wat je van deze podcast vindt. Misschien heb je ideeën. Misschien verlang je naar bepaalde inzichten. Stuur me gewoon een DM via Insta, social media, LinkedIn, Facebook. Je kan me via alle kanalen vinden. Of via e-mail. En ik kijk er enorm naar uit jou te zien, te ontmoeten of weer te connecten. Dank voor het luisteren en graag tot snel. Bye bye. Dank je wel voor het luisteren. Mijn naam is Lisette Lucas en nogmaals dank voor je tijd en energie. Nu actie ondernemen in de energie van dit momentum is de stap naar ultieme Energy Joy Mastery. Dus wil je meer? Voel je die bubbly yes van binnen? Ben jij klaar om onder mijn persoonlijke begeleiding en expertise de fases van mijn transitie- en transformatiesysteem te doorlopen, zodat ook jij die energieslurpende middenmoot voorgoed achter je kan laten? Om krachtig op high frequency, high value en high end level vanuit die vrijheid en je soulful zelf te leven, ondernemen en bij te dragen aan de wereld? Omarm dan nu de energie van dit momentum en boek direct een Soul Connectie Call via de link in de show notes. Of stuur me gewoon een DM en ik kijk er enorm naar uit jou te mogen ontmoeten.